Aan tafel bij mij Jan van Piekeren. Ja, goedemiddag. Van Piekeren? Ja, ja, ja. Vertel wat je doet en waarom je hier bent. Ja, ik ben al, ik sta al 30 jaar op het punt van doorbreken. We doen zo'n 100 voorstellingen per jaar. Ja, en eigenlijk sinds dat Zijlstra dat gesodemieter is begonnen, doen we eigenlijk hoofdzakelijk scheiding en crematie. En af en toe een theater. Dus nee, het gaat heel lekker met ons eigenlijk. Ja, ik had wat over je opgezocht en ik dacht dat je vooral poëtische teksten schreef. Maar het zijn ook, er wordt wel humor in, hè? Het wordt steeds minder, jawel, jawel. En dat alles op muziek? Ja. Ja, ja. En nogmaals, kijk waarom ik hier zit, is dat ik het pleidooi wil maken dat wij bij de vitale beroepen horen. Ja, maar dat is ook zo. Ja. Ik bedoel, ik zeg ook vaak bij een optreden van, we zitten ook in het basispakket, omdat we heel veel doen voor die voorstelling. Maar leg eens uit waarom dit zo is. Nou, het is allemaal heel gezond voor de voorste kwap. Ja. Voor het cognitieve. Ik bedoel, we kunnen wel nog 1000 jaar op ons reptiel vertrouwen. Maar ik denk dat het tijd wordt om gewoon eens meer gebruik te maken van die voorkant. Je wil dat mensen wat meer gaan nadenken. Ja. En vooral, denk ik, ook af en toe een beetje lachen. Ja, nou, ik denk dat de hele cultuursector eigenlijk bij volksgezondheid thuis hoort. Ja. Er gaat 1,9 miljard per week naar volksgezondheid. Hoeveel en als ze jou een paar keer laten optreden, niet alleen mij, dan, de hele sector, alle collega's. Dan gaat er heel wat minder. Ja, ja. Ja. Fantastisch dat je hier bent. Ik zou graag met je verder praten, maar de tijd. Ja, zo gaat het. Hè. Wie vertegenwoordig je en voor wie ga je die handtekeningen zetten? Ja, nou ja, ik vertegenwoordig iedereen in de eerste divisie van de cultuursector, die het al heel lang heel moeilijk heeft en nu zijn nekschot heeft gehad. Ja. Voor hoeveel mensen ga jij tekenen? Ik teken voor 10, voor ons drieën en voor 7 collega's die actief contact hebben opgenomen. Of hartstikke goed. Zet jij de handtekening erbij. Daarna mag je gaan zingen. Dan kunnen we, pak je moment dan. Er gaan er 10 bij komen. En dan kan je een plekje vinden. Of doe je je naam eer aan dat je blijft piekeren waar je je handtekening zet? Was Jan met de korte achternaam, hè? Wij willen je graag horen. Jan zet zijn handtekening en dan gaat de Van Piekeren Band zingen. En het is het liedje dat nergens over gaat. Zo is het. Okay. Niet over liefde of een goed boek, identiteit of hoog bezoek. Gaat niet over recht of steeds weer krom, of algoritmes tot aan de horizon. Gaat niet over mij of over jou, of over alles waar ik zoveel van hou. Geen therapie of landverraad. Het is gewoon een liedje dat nergens over gaat. Geen idealen of het noorderlicht, klimaattransitie of de grenzen dicht. Gaat niet over dromen of over spijt, of over weten over tijd. Gaat niet over mij of over jou, of over alles waar ik zoveel van hou. Geen politiek of God bestaat. Het is gewoon een liedje dat nergens over gaat. Ja, la 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 la, la 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 la, ja la 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 la, ja la la la, ja la la la, ja la 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 la. Niet over incest of een valse start. Obesitas of zwaar verward. Gaat niet over mazelen of studieschuld, of een vega-burger die zijn zakken vult. Gaat niet over mij of over jou, of over alles waar ik zoveel van hou. Geen Holland-pact, corona, rassenhaat. Het is gewoon een liedje dat nergens over gaat. Het is gewoon een liedje dat nergens over gaat.
gewone liedje dat nergens over gaat. En dan op een afstand en la 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 la. Ja la la la. Ja la 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 la. La 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 la. Ja la la la. Ja la la la. Ja la la la. La la la. Dank u wel. Dank je wel. En succes.